mijn man en ik, we hadden een plan om naar Londen te gaan om mijn schoonmoeder te zien. Zij is in het ziekenhuis in Londen, maar het is nog niet mogelijk, so het is heel vervelend. We proberen van alles uit te zoeken om toch nog met een omweg in Nederland te komen, maar tot nu toe zonder succes. Een flinke strop voor de Amsterdamse Eline Postma, die in Edinburgh studeert, en de Britse Siobhan uit Zuidoost. Nu het Verenigd Koninkrijk op slot zit, wordt het een kerst zonder familie. Toen dit weekend tot twee keer toe Eline's vliegticket werd gecanceld, kon ze nog net een kaartje voor de ferry bemachtigen. Toen hebben we de trein gepakt van Edinburgh naar Newcastle. En toen leek alles goed te gaan. Elke stapje dichterbij was een klein vreugdemomentje. Totdat we inderdaad zelfs op de boot zaten, ingecheckt waren. De boot zou om 5 uur vertrekken. En toen werd er om 5:30 omgeroepen dat er contact was met het ministerie in Nederland. En dat we niet zouden afvaren. Dat we allemaal weer de boot afroesten. Zo, flinke domper. Een hele flinke domper, ja. Mijn schoonvader is overleden met COVID. Het was 1 oktober. So. Dus het is wel echt belangrijk om haar te zien. Ja, heel belangrijk om haar te zien. Maar het is niet mogelijk. En het is ook niet mogelijk om voor de zussen en broertjes van mijn man om naar het ziekenhuis te gaan. So, mijn schoonmoeder is alleen. En mijn moeder ook. Mijn moeder woont in Noord-Engeland, in Yorkshire. En ik heb haar niet gezien voor meer dan 1 jaar nu. Beide dames begrijpen de beslissing om de grenzen te sluiten, maar hopen dat er snel een manier wordt gevonden om zonder gevaar te kunnen reizen. Verder is het een kwestie van accepteren. Ik zou gewoon 3 weken gaan. Ik woon hier nu een aantal maanden. Ik had gewoon heel veel zin om weer wat meer tijd door te brengen met de mensen die ik lief heb thuis. Heel zuur als ik hier in mijn koffer kijk en allerlei leuke ingepakte cadeautjes zie en... Het is gewoon echt heel, heel teleurstellend. En de onzekerheid is nu ook vooral heel vermoeiend. Wat gaat u zelf doen met kerstmis? Alleen met mijn man. Misschien wij zullen lopen en kijken op de televisie. En misschien ik zal opruimen. Een tekening doen ook. Ja, ik heb een atelier dichtbij. Dankjewel, Eline. Zet hem op. Dankjewel. Okay. Doei.